We're in the middle of a huge shift, a paradigm shift that parallels the Industrial Revolution or perhaps the aftermath of the printing press. When you ask somebody from those ages, where is this headed? They inevitably would tell you the wrong story. We don't know where it's going, but what we do know is that the markets of old, the price and money-based markets, will be complemented and replaced by data-rich markets. We hoopten natuurlijk dat we het hadden met een markt die alles zou ordenen. We geloofden niet in een overheid die alles kon ordenen. En wat het Ratenaar Instituut wil laten zien, dat we dat allemaal nodig hebben. En we hebben ook nog een georganiseerd middenveld nodig. We hebben ook nog burgers nodig die zowel die overheid kunnen controleren als de markt daar een positie in hebben. En daarvoor moeten we de durf hebben om dat opnieuw te benoemen. Die platformbedrijven die hebben ons een droom verkocht, een Californische droom van delen, maar de winsten die hopen zich op. I don't think the problem is that data is valuable and therefore is equated with some value. The real problem happens whenever people have to volunteer a lot of their personal data and are being exploited, don't get anything in return. That's the kind of problem that we have today. It's the equation that matters. It's the purpose that matters, not whether or not in principle we collect data. Ik denk dat we alle krachten nodig hebben die we hebben in de samenleving. Alleen samen kun je wel bepaalde doelen stellen. Dus je kunt zeggen, we doen dit voor de gezondheid van Nederlandse burgers. En daarin kunnen bedrijven een rol hebben, ziekenhuizen, zorgverleners, vooral die burgers zelf, hun behandelaars. En op die manier kan je zorgen dat de burger elk moment kan meedoen hieraan, maar ook kan zeggen, ik wil mijn data niet meer afgeven. Die data mogen worden gebruikt voor wetenschap of die mogen alleen worden gebruikt voor mijn behandeling. En in die kleinere kaders, en daar is Nederland juist heel erg goed in dat soort samenwerkingen, kun je leren hoe je dit vorm kan geven. Well, I strongly believe that we need to be fact and data-based. And when we look at the data, we see a lot of positive change already. That doesn't mean we are halfway there. It means that we need to work very hard every day. But it means we make progress. And big data and artificial intelligence and machine learning can help us identify patterns in data that help us make better decisions. The hope is better decision making. The hope is better factfulness. But for that, we need to embrace a very, very old European value that was started perhaps here in the Netherlands, and that is enlightenment. Victor wijst heel erg op de oude structuren die niet functioneel zijn en data kunnen die doorbreken. En ik denk inderdaad dat op die manier technologie een rol heeft om ons opnieuw te laten doordenken wat we samen willen bereiken als samenleving. Maar ik denk niet dat die data dat vanzelf doen. Geen enkele technologie doet dat vanzelf. Dus mijn hoop zit erin dat die data en die veranderingen het gesprek op gang brengen. En dat we dan weer in kleinere eenheden, niet via grote platformen die wereldwijd opereren, maar misschien in de opleiding tot docent aan een hogeschool of in een ziekenhuis waar vormgegeven wordt aan zorg voor mensen, maar ook wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt, dat we binnen dat soort eenheden de keuzes kunnen maken die we willen maken. En dat data ons helpen, maar ook helpen om het gesprek te hebben over wat het goede is. I don't think we need to control our data, much like we own a piece of property. What we need to understand is that information and data is a fountain of knowledge, a fountain of insight, both for us individually and as society. And so therefore, we can learn from data, but only if it becomes broadly accessible. The future isn't propertization, compartmentalization, and restricted access to data, to insight, and to knowledge. The future of mankind, of humankind, is that we have better choices, make better decisions based on more knowledge. And that means we need to spread that knowledge more broadly.